Warsaw Caves, de laatste in de serie. Nou de winter op zijn einde loopt, moet ik het er toch nog even van nemen. We staan hier bovenop de watervallen. Daar staat het bordje F voor Falls. Naar ons idee liep van hieruit dus een trail. Dus die zijn wij hier aan het zoeken. Waar Wilco loopt waren voetsporen te zien die het bos in gingen. Dus wij dachten, jee, trail gevonden. We bedachten dat we die voetsporen maar moesten gaan volgen. Dus dit beeld eigenlijk gaan inkorten, anders wordt het een film van een half uur, maar serieus, het is toch super mooi, dat kun je toch gewoon niet inkorten. Hallo. Dit stukje hebben jullie eerder gezien, maar omdat het zo leuk is, gewoon nog een keer. En hij zat in deze trail, dus het mag. Vorige week hebben we het nog flink koud gehad. We begonnen met een flinke sneeuwstorm op de maandag, een zogenaamde whiteout. Je ziet dan dus gewoon helemaal niks meer, behalve een soort muur van sneeuwvlokken. Dat is trouwens niet goed op het beeld te krijgen, want de camera kan er blijkbaar beter doorheen kijken dan wij zelf. Maar goed. Na die sneeuwbui was het mooie weer weer terug en konden we bijna dagelijks weer van een zonnetje genieten. Ondanks de kou. Ondanks de kou. Op dit punt waren we wel zo'n beetje het spoor bijster. Maar goed, het was een mooie route, dus we dachten we gaan gewoon lekker door en we zien wel waar we eindigen. Google Maps bij de hand, dus we waren niet verdwaald. Afgelopen week kwam er weer een periode van dooi. Woensdag kwamen we voor het eerst boven de 10 graden met jawel 11. En donderdag hebben we zelfs de 15 graden aangetikt. Volgens de computer was het 16. Volgens de auto 15, dus ik hou dan toch liever die van de auto aan. Anyway, dat is dus een beste verandering van het weer in een paar dagen. Heh. Thank you.
Nadat Wilco donderdag klaar was met werken, hebben we nog een rondje gewandeld over de welbekende Trans-Canada Trail. Er stond regen voorspeld met een eventuele klap onweer, maar als we de wolken bekeken, zouden wij hooguit wat regen gaan krijgen. Dus we besloten gewoon te gaan. Eenmaal op de trail waren we net onder bomen weg en stonden we naar de lucht te kijken. Het contrast van de donkere wolken boven de sneeuwresten was echt geweldig, zoals je hier ziet. In de donkerste wolken zat een onweersbui, maar dat deel trok langs ons heen. Terwijl we stonden te kijken, zag je de wolken gigantisch snel veranderen. Het werd steeds donkerder, het onweer werd actiever en breidde zich uit. En ineens flitsten de wolken die wij zouden gaan krijgen ook. Ips. Dus we draaiden om en zijn op redelijk stevige pas terug gaan lopen. Al snel werd duidelijk dat we nooit op tijd thuis zouden zijn en omdat we een veld over zouden moeten steken in een onweersbui, besloten we de bui maar even uit te gaan zitten onder het viaduct. Precies op tijd hebben we het viaduct bereikt. Er kwam een gigantische hoeveelheid water naar beneden in de vorm van regen en fikse hagelkorrels in het formaatje ert. Het flitste aan alle kanten lekker door. En zo snel als de bui begonnen was, was die ook weer weg. Het druppelde nog wat na, maar niet zo hard dat je er zeiknat van zou worden. En vervolgens werden we beloond met een gigantisch mooie zonsondergang. De wolken kleurden rood, alles eronder goudgeel en de sneeuwresten op de grond begonnen te dampen. Echt zo ontzettend mooi. En hoe ziet die dooi er hier eigenlijk uit? Iedereen verwacht dat het hier dus echt een gigantische bende is nu. Nou, niks is minder waar. Als het hier sneeuwt is het eigenlijk alleen tijdens de buien even lastig. Al snel vegen ze de straten schoon, inclusief de stoep. Daar hebben ze een soort mini schuivertje voor, inclusief zoutstrooiertje. Dus zodra het begint te dooien heb je geen last van natte snot overal. Want dat ligt alleen nog maar in de bermen en op enorme hoop op de parkeerplaatsen van scholen en winkels. Omdat hier niks vlak is, watert het erg goed af. Daar wordt overigens met de bouw van huizen en inrichting van het landschap ook flink rekening mee gehouden. Zo zie je hier regelmatig een soort gul tussen de huizen en dat is dus puur om dit soort hoeveelheden water af te voeren. Zo'n gul loopt ook langs de school hier schuin tegenover. Donderdag na die onweersbui kwam daar echt een belachelijke hoeveelheid water uitstromen over de stoep, zo de straat op waar het vervolgens verdween in de putten. Overigens ging het met zoveel geweld dat de helft gewoon over de eerste put heen stroomde. Dat is best wel geinig om te zien op zich. Met een aantal dagen boven nul, waaronder 2 dagen boven de 10 graden en een flinke hoeveelheid zon, is de meeste sneeuw nu wel verdwenen. En dat gaat echt belachelijk snel. Zo liepen of glibberden, kan ik beter zeggen, we woensdag nog over een volledig wit veld. Donderdag was dat gewoon bijna volledig groen, bruin dus. Gras is na 2,5 maand sneeuw niet echt groen meer. Donderdag was het dus echt enorm ploeteren door de blubber en door de vele plassen op het pad. Op een gegeven moment stond ik in een plas op een stuk ijs, waarvan ik dacht dat hij vast lag aan de bodem. Totdat Wilco erbij kwam staan en de hele boel begon te golven. Dat was echt hilarisch. We hebben sinds kerst de grond dus niet meer gezien. Dus om het nu weer tevoorschijn te zien komen is best wel gek, eerlijk gezegd. Nou, de dooi is ingezet, mag het voor mij ook wel gauw weg zijn, want alle resten die er nog zijn, zijn puur ijs en echt belachelijk glad. Maar dat is dus eigenlijk alleen op de trails en in de weilanden. Dus nog heel even en dan kunnen we weer op pad in het weekend. Thank you.
Zaterdagavond zijn Steve en Stacy, onze bovenburen, nog bij ons op bezoek geweest. We hadden ze al een tijd niet meer gesproken en ons was opgevallen dat ze de laatste tijd heel veel spullen naar hun nieuwe huis aan het slepen zijn. Nieuwsgierig als we zijn, hebben we ze dus uitgenodigd voor een kop thee, zodat we ze eens flink konden uithoren. Ze lopen behoorlijk op schema met de bouw en verwachten er in de tweede helft van mei in te trekken. Jammer voor ons, maar ze blijven gelukkig dichtbij op slechts 20 minuten afstand vanaf Lindsay. En ze zouden het heel leuk vinden als we tegen die tijd nog eens op bezoek komen om een nieuwe stekje te komen bekijken. Dat gaan we natuurlijk doen. Een opvolger voor de huur hebben ze ook al geregeld. Vrienden van hen die hebben net hun huis bij Toronto in de buurt verkocht en verhuizen ook deze kant op. Zij gaan hier dus intrekken zodra Steve en Stacy weg zijn. We zijn erg benieuwd. Vandaag was het weer flink koud met een temperatuur van min 4, maar met een gevoel van veel lager, namelijk min 10. De lucht was stralend blauw, maar het waaide gigantisch en vanwege de modder en de ijsresten heb ik besloten vandaag niet naar de paarden te gaan, maar in plaats daarvan thuis gewoon wat aan te rommelen. Morgen is het weer koud, maar met minder wind en vanaf dinsdag zitten we weer boven 0. De temperatuur zal voorlopig nog wel zo blijven schommelen. Dat is vrij normaal hier. Sneeuw zullen we hier en daar ook nog wel krijgen. Pas half of eind mei kun je er vrij zeker van zijn dat de winter echt over is. Hier het moment dat we de rode afzetlinten tegenkwamen. En dat we dachten, we zijn toch op een andere plek dan we dachten. Nog steeds niet verdwaald overigens, want dit was eigenlijk alleen maar een bevestiging van, oké, hier zijn we dus. Niet helemaal op de plek die we bedoeld hadden, maar geeft niet. We wisten nou in elk geval dat we rechtsaf moesten slaan en gewoon rechtdoor moesten blijven lopen totdat we de trail uiteindelijk weer zouden gaan raken. Scheelt weer zoeken. Hier is wel goed te zien hoe die scheuren in die rotsen lopen. Je weet dus dat je hier in een gebied met grotten loopt, dus op zich was een stok of zoiets wel handig geweest, maar goed. De geulen zijn breed genoeg om te zien waar ze lopen, dus dat scheelt. Kijk eens wat we hier gevonden hebben.
de trail. We hebben nog wat ruimte. We nemen jullie dus even mee naar het ice fishing van een paar weken geleden. Gewoon eventjes om te laten zien hoe dat er nou eigenlijk uitziet. Met deze prachtige creatie van een niet nader te noemen naam, zeggen we, see ya!